In Via Cultura Weekend Magazine praten we met Shanti Singh over haar roman De Kier. Vertelt Joyce van Sadelhoff over Tijd voor Wijn en duiken we met Ad Bos en Jan-Willem Boeseman de geschiedenis van Dordt in. Presentatie Gert-Jan Kleinpaste. Dames en heren, welkom bij Via Cultura Weekend Magazine. We waren er 2 weekjes even uit in verband met corona-perikelen. We zijn er gelukkig weer. We hebben vandaag 4 hele leuke gasten. Tweede helft van de uitzending gaan we de geschiedenis van Dordrecht in met Ad Bos en Jan-Willem Boeseman. Maar we beginnen de uitzending met Joyce van Sadelhoff. Welkom Joyce. En Shanti Singh, ook van harte welkom. Van buiten Dordrecht, dus dat we even rijden vanochtend. Dat ging allemaal goed? Dat ging allemaal prima. Hartstikke mooi. Ja, Shanti, we hebben jou uitgenodigd omdat ik een heel boeiend thema en een waarschijnlijk even indrukwekkende roman langs zag komen van jou, De Kier. Volgens mij niet je eerste roman. Nee, klopt. Het is mijn tweede boek. Mijn eerste boek verscheen in 2014, is dat alweer. En ja. Dat was eigenlijk een heel ander type boek, maar ook weer alles te maken met verborgen verhalen die ik zichtbaar wil maken. Mm-hmm. Bij mijn eerste boek ging dat om een verborgen geschiedenis, mijn eigen familiegeschiedenis. Ja. Wat begint in India, dan doorgaat naar Suriname en dan door naar Nederland. En ik vond dat dat wel in een roman terecht moest komen. En in mijn tweede boek, ja, dat draait eigenlijk ook heel erg om verborgen verhalen zichtbaar maken. Ja, ja. En in dit geval heel erg verborgen verhalen van vrouwen in de grote stad die worstelen met allerlei dingen zoals onderdrukking of sociale druk huiselijk geweld. Het was wel een heel aangrijpend thema wat dat betreft. Maar als we nog heel even kijken naar jouw eigen geschiedenis. Ja. Verteld in je eerste boek. Even voor de kijkers en luisteraars thuis. Wie is Shanti Singh en hoe is die familiegeschiedenis zo gelopen dat jij uiteindelijk in Nederland actief bent? Ja, nou, ik ben zelf geboren in Almelo, waar mensen altijd een beetje om moeten lachen, want dat verwachten ze niet. Denk eens onmiddellijk aan dat beroemde citaat van Herman Vinkers. Ja. Klopt, klopt. Ja, dat hoor ik ook heel vaak. Dat is waar. Mijn ouders komen uit Suriname en mijn voorouders dus uit India. En ik heb me eigenlijk al best wel jong afgevraagd van hoe zit dat nou eigenlijk met die geschiedenis. En we waren ook een van de weinigen met een kleurtje daar in Almelo, dus die vragen kwamen toch al vrij snel. Ja. En nou ja, ik leerde dat niet echt op school bij geschiedenislessen. Hoe zit dat nou met die Nee, maar geschiedenislessen zelfs in Suriname gaan over Nederlandse geschiedenis, niet eens over Surinaamse geschiedenis. Dus. Nee, dus dat was nogal een black box voor mij. En ook in de familie vonden ze het ook maar raar als ik vragen ging stellen. Mm-hmm. Want zij zijn dat niet gewend om daarover te praten. En vonden het maar een beetje gek dat ik achterom wilde kijken en niet vooruit. Want dat is denk ik ook echt iets wat hoort bij migratie. Je richt je op vooruit. Richt je op de toekomst. Je richt je op de toekomst, ja. En jouw toekomst bracht jou op enig moment volgens mij naar Rotterdam in ieder geval. Klopt, maar, hoe lang woon je daar al? Ik ben naar Rotterdam gegaan op mijn 18e om te studeren. Bestuurskunde aan de Erasmus Universiteit. En ik voelde me eigenlijk al heel gauw thuis in Rotterdam. In die diversiteit en energie en dynamiek. Dat was meer een soort gevoel. Het is iets meer een culturele smeltkroes dan Almelo. Nou, dat zeker. Ik heb ook gewoond in Alphen aan de Rijn. Ja. Dat was al iets anders. Maar Rotterdam, dat was in één keer, daar voelde ik me thuis. Dat was wel heel fijn. En jij werkt volgens mij nu ook voor de gemeente Rotterdam. Ja, ja. Klopt. Daar ben ik als bestuurskundige actief. Nu als senior beleidsadviseur voor de bredere aanpak van huiselijk geweld. Maar ook emancipatie en het stoppen van geweld tegen vrouwen. Mm-hmm. Dus nou ja, de verhalen die ik daar hoorde en ook de mensen die ik heb ontmoet, dat heeft me heel erg geïnspireerd. En dat leidde dus tot mijn tweede boek. Ja, nou, de hoofdpersoon uit De Kier is ook een ambtenaar. Ja, klopt. Die met die thematiek bezig is. Dus dan ligt de vraag voor de hand hoeveel autobiografische kenmerken erin zitten. Of in ieder geval hoeveel dan wel geanonimiseerde kenmerken uit de
eigen werkpraktijk in het boek verstopt zitten. Ja, nee, ik heb me zeker heel erg laten inspireren door mijn werk. En nou ja, ook omdat ik zelf misschien ook wel reacties krijg op hoe ik mijn werk doe. En omdat ik ook wel vaak word omschreven als atypische ambtenaar, dacht ik, nou, het is wel leuk om dat soort elementen ook in... in het personage te stoppen. Wat is een atypische ambtenaar? Ja, dat weet ik zelf ook niet. Ik doe gewoon mijn werk. Maar ik word wel vaak omschreven als atypisch. Ik denk omdat ik... ik werk heel erg veel met verhalen uit de stad. Met mensen. Ik ga heel erg de stad in. Dat is denk ik niet heel erg atypisch. Hmm. Maar misschien de manier waarop ik dat aanvlieg. Dat, het wordt vaak wel gezegd als positief, hoor. Niet als... Als negatief, maar wel als anders. Ja, maar jij probeert nadrukkelijk verbinding te leggen met dat wat je in de stad ziet gebeuren en dat wat je op het stadhuis achter je bureau daarmee zou moeten doen. Ja, zeker. Ja. En wel op een tamelijk lastig en moeilijk onderwerp. Ik bedoel, zeker. Huiselijk geweld, onderdrukking van vrouwen, het zijn nogal thema's. Ja, klopt. Hoe ben je zo met die thema's geëngageerd geraakt? Ik denk het bredere thema van vrouwenrechten en ook de positie van de vrouw. Daar heb ik me al langer voor geïnteresseerd. En dat maakt me ook al langer boos. Eigenlijk al sinds ik wat jonger ben. Dat ik, als ik bepaalde vormen van ongelijkwaardigheid zie. Of ook bepaalde dingen die ik ook in mijn eigen familie heb gezien. Ik zelf niet. Ik heb een zusje en wij zijn zelf heel erg vrij opgevoed en heel erg gericht op je ontwikkeling en ontplooiing. Maar ik heb ook gezien dat bepaalde familieleden, die werden toch meer gepusht tot een goede vrouw zijn en trouwen en kinderen krijgen. Dus dat maakt hem al boos. Maar dat wordt natuurlijk nog erger als dat ook overgaat in onderdrukking. Of echt ook druk. En bedoel, je begint met de beschrijving een goede vrouw zijn. Dat klinkt redelijk positief, als je dat zo benoemt. Maar de invulling is nogal star, zal ik maar zeggen. Ja. En dus alles wat heel rigide is, als het gaat om zo zou je moeten zijn, of dan ben je een goede vrouw of een goede man, Dat werkt niet. Ja. Dat vind ik gewoon te onvrij. Ja. En als we dan even gaan kijken naar het boek. Ja. De hoofdpersoon uit dit boek die met die thematiek bezig is. En begint zich ook steeds meer af te vragen hoe haar eigen situatie in elkaar zit. Ja. En dat levert wel een hele spannende parallel op wat dat betreft. Klopt. Hoe heb je dat zo... A, bedacht, B, uitgewerkt in deze roman. Ja, het hoofdpersonage, haar naam is Uma. En als je haar leert kennen, dan is zij echt een sterke vrouw van buiten. Ze is ambitieus, een carrièrevrouw. Maar als je verder komt in het boek, dan merk je dat zij ook heel erg worstelt. En dat zij thuis eigenlijk een schaduw van zichzelf wordt. Mm-hmm. En ook met allerlei vormen van sociale druk en onderdrukking te maken heeft. Daarmee wilde ik laten zien dat vrouwen van allerlei achtergronden te maken kunnen hebben met deze vormen van onderdrukking. Soms vergeten we wel eens dat ook sterke vrouwen, en dat doe ik even tussen aanhalingstekens, daar ook mee te maken kunnen hebben. Zij zet zich in voor vrouwen die heel erg geïsoleerd zijn, te maken hebben met huiselijk geweld. En op een gegeven moment kom je in het boek het personage Asha leer je kennen. En dat is eigenlijk het belangrijkste personage in het boek. Zij is een verborgen vrouw. En ik vond het heel erg belangrijk om haar ook in de ik-vorm te beschrijven. Zij is eigenlijk het hoofdpersonage van het boek. En ik denk dat je op die manier al die verschillende vormen van onderdrukking ook via deze vrouwen leert kennen. Het wordt invoelbaar gemaakt. Maar ik hoop dat je in het boek ook heel erg meekrijgt hoe sterk die vrouwen zijn. Ja. Want dat is ook wat ik heel erg heb willen meegeven. Dat is ook wat ik zie en wat ik soms ook mis in debatten over dit onderwerp. We hebben het altijd over slachtoffers, maar ik zie ook heel veel kracht. Dus als het aan mij ligt, zijn dat overlevers. Ja. Dus dat wilde ik heel erg benadrukken. Dat dubbele zit er wel in, want je vraagt je als... buitenstaande, onbekend met de thematiek, toch af van hoe
bestaat het dat vrouwen in zo'n isolement terechtkomen of dat ze zich dat laten welgevallen, dan ook maar tussen aanhalingstekens. Terwijl ze aan de andere kant inderdaad gewoon ongelooflijk krachtig zijn. Ja. Dus die tegenstelling is wel heel boeiend. Ja, ja, dat is eigenlijk ook wat mij heel erg fascineert. Ook, want eigenlijk zou je kunnen zeggen dat de echte verhalen die ik heb gehoord, die zitten als het ware tussen de regels door, mm-hmm, verweven. Het is natuurlijk wel fictie, maar dat is ook wat mij heel erg raakt. Ook als mensen mij vragen naar mijn werk, van word ik daar wel eens verdrietig van? Natuurlijk word ik daar wel eens verdrietig van, maar ja, ik word ook heel erg geraakt door de veerkracht die ik zie. Wat me concreet heel erg inspireerde voor dit boek was het verhaal van een vrouw die 8 jaar verborgen was. Echt heel erg geïsoleerd in Amsterdam. En als je haar nu ontmoet, het is een hele sterke vrouw. Ze is eruit gekomen. Ze heeft haar leven weer opgebouwd. En dat leert mij ook weer zoveel over de veerkracht die wij hebben als mens. En nou ja, dat kan. Dat is ook wel heel inspirerend natuurlijk. Ja, Joyce, is het een thema waarvan jij denkt van, dat is een boek, dat moet ik gaan lezen? Ja, sowieso. Ik vind het ook zo mooi dat je deze verhalen zo hebt gebundeld en er iets krachtigs van hebt gemaakt. Wat jij ook al zegt, dat sommige mensen die denken dat als je in zo'n isolement terechtkomt, dat je dan niet een sterke vrouw bent. En dat je het zeg maar jezelf laat gebeuren of zo. Maar dat is gewoon niet zo. En het is zo mooi dat je dat zo omschrijft in je boek. Oh, dank je. Ik ben heel benieuwd ook naar het boek zelf. Dus nou ja, het boek, koop het, ga het lezen en leer eruit, zou ik bijna zeggen. Want het zijn wel allemaal, als je naar dit soort verhalen kijkt, de verhalen die jij in jouw ambtenarenpraktijk dan ook meemaakt, het kan echt jaren voortduren voordat er echt iets verandert. Ja, ja. En dat is wel heel ingrijpend. Zeker. Het is inderdaad ook vaak een kwestie van een lange adem. En soms onderschatten we dat, denk ik. Hoeveel, als je heel erg mentaal bent afgebroken, hoeveel tijd het kost om weer sterk te worden. Ja. Of hoe, dan zit je misschien in een onveilige situatie, maar het is wel vertrouwd en bekend. En dan kost het wel heel veel moed om daar weer uit te stappen. Want je weet ook niet wat je dan gaat tegenkomen. Nee. Dan moet je weer alles opbouwen. Dus dat vraagt wel wat. Je weet helemaal niet wat je dan weer in die gewone wereld te verwachten hebt. Ja. Ja. Als je nou kijkt vanuit jouw positie als beleidsambtenaar op dit gebied, op dit thema. Hoe gaat dat nou in de praktijk, in zijn werk? Hoe groot is überhaupt de problematiek? En hoe kom je nu stapje voor stapje zover dat je de mensen echt gericht kunt gaan helpen? Ja, nou als je kijkt naar het bredere vraagstuk van huiselijk geweld, dan zijn de cijfers best wel schokkend. Die zijn de laatste tijd ook vaak in het nieuws, dat het echt gaat om per jaar tienduizenden vrouwen die daarmee te maken hebben. En dat iedere 10 dagen een vrouw ook sterft aan de gevolgen van huiselijk geweld. Dat zijn best wel schokkende cijfers. Als we het hebben over verborgen vrouwen, dat is meteen ingewikkeld als je het hebt over cijfers, want het is een verborgen probleem. Er zijn wel schattingen van een paar honderd vrouwen in de grote stad, maar dat zijn schattingen. Het maakt het natuurlijk zo ingewikkeld omdat je het niet, omdat het niet zichtbaar is. Dus ik denk dat het daarom extra belangrijk is, vooral ook in deze coronaperiode, dat we goed op elkaar letten. En soms kan dat in iets heel kleins zitten, door gewoon contact proberen te maken of echt naar iemand te luisteren. Ja. Of als je iemand spreekt die niet zo heel erg goed het Nederlands beheerst, dat je toch het gesprek aangaat, ook al is het moeilijk. Soms zit het in hele kleine dingen. Als iemand zich even gezien voelt of gehoord, dan kan dat vertrouwen ontstaan om toch iets te laten weten. Kun je net weten, een positief duwtje krijgen om daar mee te doen. Is het nou echt een probleem wat zich vooral concentreert in grote steden? Nou, dat denk ik eigenlijk niet. Maar daar is op dit moment wel het meeste aandacht ervoor. Ik denk ook dat verborgenheid kent natuurlijk ook gradaties. In de media horen we vooral de verhalen die heel erg uit de hand lopen. Maar er zijn ook minder
Ja, minder erg wil ik ook maar niet zeggen, maar dat het minder zichtbaar is, omdat het ook niet in de media komt. Ja, ik moest heel even denken aan wat vrij breed uit in de media is geweest. In Drenthe, zo'n vader met een compleet gezin, wat jarenlang onder de radar bleef. Ja. Terwijl dat dan toch in een redelijk kleine gemeenschap is, waarvan je denkt van hoe kan dit ontstaan? Hoe kunnen mensen zo lang volledig buiten beeld zijn? Ja, dat wordt echt een gesloten bubbel eigenlijk. Maar ik vind het wel mooi dat je met dat voorbeeld komt. Want ik denk soms dat we ons heel erg richten op bijvoorbeeld de grote stad. En daardoor kunnen heel veel dingen uit beeld blijven. Omdat we er überhaupt niet naar kijken. Dus het is wel belangrijk om die brede blik te houden. Wat ik verder wel een boeiende vind, want je geeft aan, probeer toch wat contact te leggen. Probeer dat wat jou opvalt in de buurt aandacht te geven. De grote stad heeft spreekwoordelijk bijna zoiets als daar is de anonimiteit redelijk gewaarborgd. Mensen kijken weinig naar elkaar om. Steeds meer mensen kennen hun eigen buren niet. Dus hoe doorbreek je dan ook dat soort patronen waardoor het gewoner wordt om dingen die je opvallen dan ook echt aandacht te geven. Ja, in het boek beschrijf ik ook de belangrijke rol van sleutelpersonen in wijken. Mm-hmm. Die dus wel heel bewust goed kijken naar wie zie ik bijvoorbeeld niet op het schoolplein. Of wie komt nooit eens langs. Dat is misschien een hele actieve vader, maar waar is de moeder? Hè? Dat is ook een kwestie van hoe kijk je daarnaar. En ik denk dat het voor iedereen ook wel goed is om af en toe uit je vertrouwde route in de stad te wandelen. Sla eens een ander straatje in of kijk eens anders. Ik denk dat we allemaal op een manier ook in een bubbel zitten. Mm-hmm. En als je daar af en toe zelf ook uitstapt, dan ga je ook anders kijken. Misschien naar elkaar of zie je weer nieuwe dingen. Ja, misschien überhaupt goed om regelmatig buiten je eigen bubbel zeker te kijken. Ja, daar ben ik helemaal voor. Er zijn nogal wat bubbels waarvan ik denk dat worden parallele werelden. Die nauwelijks nog verbondenheid voelen met elkaar. Of die met modder gooien naar elkaar. Dus contact met dingen die net even buiten jezelf, buiten je bubbel, buiten je comfortzone liggen. Ja. Lijkt me sowieso van groot belang. Absoluut, ja. Je had het over sleutelfiguren die belangrijk zijn in zo'n stad. Wat doe je nou vanuit de gemeente Rotterdam om die sleutelfiguren daar ook bewust en ook competent op te krijgen? Vanuit de gemeente hebben we een training en intervisie, bijeenkomsten, dus van alles om de sleutelpersonen daarbij te ondersteunen. Maar we hebben ook wel gezien dat het begrip sleutelpersoon, eerst koppelden we dat heel erg aan vrijwilligers die heel actief zijn in de wijken. Maar eigenlijk kwamen we erachter dat iedereen dat kan zijn. Dus we hebben bijvoorbeeld ook wijkconciërges die training laten volgen, die helemaal niet zo bezig waren met dit onderwerp, maar daardoor heel veel hebben geleerd over de stad. Mm-hmm. Ook weer anders kijken. En zij zijn al heel actief op verschillende plekken. Dus als zij ook die blik van een sleutelpersoon ook met zich meedragen in hun dagelijkse werk, dan heb je al heel veel meer. En zo hebben we eigenlijk steeds meer mensen die het naast hun baan erbij doen. Dus dat je ook, als je leerplichtambtenaar bent of noem het maar op, het gaat er vaak om dat je bewust wordt van de problematiek en dat iedereen het kan signaleren. Ja. En dat vind ik zelf ook wel winst, dat je dat realiseert, dat het vaak gaat om die kennis, de bewustwording en dat je daar wat mee doet. En dat betekent niet dat je meteen de hele wereld moet veranderen, maar dat het vooral gaat om echt kijken en je ook bewust worden van die verschillende verhalen die langs elkaar heen kunnen leven in de stad. Ja, heel mooi. Nou, wat ik heel plezierig vind is dat je er een roman van gemaakt hebt. Dus, je biedt de lezer en het publiek daarmee ook een boeiend verhaal. En terwijl er toch een hele serieuze, belangrijke thematiek gewoon meteen meekomt in dat verhaal. Dus ik vind die formule ook wel ik geloof heel erg in verhalen, inderdaad. Ook dus, dat invoelbaar maken. En ik hoor inderdaad van veel mensen dat ze het niet weg kunnen leggen, want het is ook inderdaad gewoon een heel spannend verhaal. Dus bijna een thriller.
Ja, nou dat is hartstikke goed. Nou, je hebt wat lang gewacht om je tweede roman uit te brengen. alweer plannen voor een derde roman? Ja, dat komt wel wat sneller nu. Ik ben inderdaad bezig met verschillende ideeën nou uitwerken. En dat blijft ook weer in dat thema van die verborgen verhalen die ik meer zichtbaar wil maken. Mm-hmm. Maar het is nu nog niet helemaal duidelijk welk verhaal ik nu ga beetpakken. En ik heb ook verschillende verzoeken gekregen voor een kinderboek. En dat vind ik zelf ook wel heel erg interessant. Wilde ik altijd al schrijven als klein meisje. Dus dat moet er misschien toch van komen. Nou ja, even een uitstapje naar, naar de kinderboekenwereld. Die ook heel boeiend is, maar inderdaad wel anders. Ik hoop dat je daarna ook weer echt een verborgen verhaal beetpakt en uitwerkt. Ja. Ik vond het heel plezierig dat je hierover vandaag bij ons hebt willen komen vertellen. Ik hou hem nog één keer omhoog voor de camera. Shanti Singh, De Kier. Een boek dat ik zeker iedereen kan gaan aanraden. Shanti, heel erg bedankt voor je aanwezigheid. Ja, jij ook bedankt. In onze uitzending. En wellicht als dat kinderboek er is, dat we elkaar weer een keer treffen. Ja, dat hoop ik. Dankjewel. Okay. Gaan we naar Joyce. Joyce van Zanenhof, welkom. Ja, ik ken jou nog uit de periode dat je ook echt Dordtse was. Dat is niet meer zo, geloof ik, hè? Nee, dat klopt. Ik ben nu iets van 2 jaar weg uit Dordrecht. Ja. Of zo. Maar toen was ik ook best wel actief in deze scene. Ja, zeg maar. Nou, hadden we gisteravond in Via Cultura dat fenomeen dat jongeren, ook jongeren die actief zijn in de stad, toch uiteindelijk wel vertrekken en Dordrecht verlaten. Nou, jij bent daar een sprekend voorbeeld van. Ja, klopt. Ik zag toch net iets meer kansen in Tilburg, denk ik. Mm-hmm. Al merk ik wel dat er echt wel heel veel is veranderd hier de laatste 2 jaar. Er is zoveel gaande op kunstgebied en ook op mediagebied. Er is gewoon best wel veel meer mogelijk of zo. En ik vind het heel mooi dat dat nu allemaal opgezet wordt. Maar in de tijd dat ik hier woonde, was dat iets minder. Ja, dus, terwijl je inderdaad wel actief was op allerlei vlakken. Ik herinner me jou onder andere als presentatrice van Dordtse Koppen. Ja, in een ver verleden. In een heel ver verleden. En jij denkt daar niet altijd even vrolijk aan terug. Ja, is mijn het indruk, was een. Ik heb er heel veel van geleerd, laat ik het zo zeggen. Ik zou er niet aan mensen laten zien als zijn van. Oké, ik ben zo trots op hoe ik dit heb gedaan toen. Maar Maar in ieder geval ben je wel met media actief gebleven. En inmiddels heb je 2 podcasts. Als ik 2 alweer. Het gaat echt snel. Als ik het goed zeg. Een podcast is echt heel erg populair op dit moment. In die zin verbaasde me dat wel een beetje. Omdat je dan denkt radio-achtig. Goed moeten kunnen luisteren naar verhalen. Het past niet zozeer bij die vluchtige samenleving waar we in zitten. Nou, maar juist ook wel weer heel erg. Want je kan een podcast echt overal luisteren. En juist op het moment dat jij dat fijn vindt. Dus bijvoorbeeld tv of live dingen. Die moet je kijken of luisteren op het moment dat het uitgezonden wordt. Maar een podcast kan je aanzetten op het moment dat het jou uitkomt. Ja, nou, dus je kan tegelijkertijd alle dingen opruimen in je huis. En je podcast luisteren. Ja, nou is mijn favoriete omroep. Heet Uitzending Gemist, hoor. Maar, ja, oké. Okay. Maar, kan ook. Ik snap wel dat het gemak dat je zo'n verhaal of zo'n podcast echt erbij kunt pakken of op je oortjes kunt zetten. Daar waar je het uitkomt terwijl je ook andere dingen aan het doen bent, dat zo is. Ik zag toevallig gisteravond bij Dit is M, Jeroen van Velzen, heet hij geloof ik, muzikant, die ook heel actief is op het podcast gebeuren. Dus, dat kan best. Ik denk dat iedereen dat tegenwoordig doet, Echt een ongelofelijke hype lijkt het. Jij hebt 2 podcasts. Degene die mij even opviel, omdat je op social media langskomt, maak je met je zussen, geloof ik. Ja, ik heb 3 zussen, maar met mijn 2 jongere zusjes maak ik deze podcast. En wij merkten gewoon dat we heel vaak, we zien elkaar heel erg vaak, want we wonen heel dicht bij elkaar. En dan als er iets gebeurt, dan is het echt zo van, dan wordt er in de groepsapp gezegd met z'n 3'tjes. Wordt er dan gezegd, hey meiden, het is echt tijd voor wijn, want ik moet even iets bespreken. Dat is de titel, hè? Ja, zo heet de podcast ook, Tijd voor Wijn. En wij merken gewoon dat als we die gesprekken hebben, dat er zoveel naar boven komt. En dat willen we heel graag delen. Ja, dus een podcast leek de perfecte manier. Ik heb een beetje begrepen uit social media dat het wel echt een podcast is gericht op jonge vrouwen, 20ers. Ja. Jullie eigen
zien en leeftijdscategorie. Wat wil je nu dat de luisteraars, de mensen die jullie podcast gaan volgen, wat wil je dat ze eruit halen? Nou, ik denk dat ook toen ik in Dordrecht al actief was in de media, mijn doel is gewoon om hun verhalen te delen en om dat mensen daar zichzelf in kunnen herkennen en even denken van, oh, oké, dit is, ik ben niet de enige die dit voelt, ik ben niet de enige die dit meemaakt, dit gebeurt vaker. Dat die herkenning is gewoon echt heel belangrijk en ja, dus daarom maak ik media dingen. Ja, en ik denk dat deze podcast daar ook een onderdeel van is. En kun jij een voorbeeld geven van iets wat er gebeurt, wat dan oppopt in jullie groepsapp, waarvan jullie denken, dit wordt een verhaal? Nou, de eerste aflevering gaat over straatintimidatie. En dat is ook wat heel erg vaak besproken wordt in onze groepsapp. Ja. Dan fietst mijn zusje, die is nu 18 en die woont sinds kort in Tilburg. En die fietst dan over straat en dan wordt ze achtervolgd door jongens of zo. En dan voelt ze zich dus heel onveilig. En dat zijn dingen die we heel erg met elkaar bespreken. En straatintimidatie is zoiets wat soms kan het voelen alsof je je aanstelt of zo. Van, is dit nou wel echt gebeurd? En pas als je weer thuis bent, dan besef je, oh ja, oké, dit was best wel een gekke situatie. En deze jongens die mij achtervolgden, gingen wel echt over een bepaalde drempel heen. Ik zou bijna zeggen, ik zie wel een parallel met ons vorige onderwerp. Ja, die vrouwen die geïsoleerd raken, die dat zo geleidelijk meemaken dat ze denken dat het gewoon wordt. Mm-hmm. Dus dat ze daar gewoon in wegzakken. Ja, ik denk ook terwijl dat veel jonge vrouwen die op straat worden nagefloten, lastiggevallen, ook geleidelijk aan het beginnen te denken van het hoort bij het over straat gaan. Terwijl dat natuurlijk niet zo is. Nee. Ik denk ook dat het boek van Shanti heel erg goed kan zijn voor vrouwen die wel in zo'n situatie zitten, maar niet per se beseffen waar ze in zitten. En als je een verhaal leest of hoort van iemand die dat ook heeft, dan denk je, oh, dit is eigenlijk best wel heftig. En dan kan je terug gaan denken, oh, dit is ook mijn verhaal. Ja. En dat kan met onze podcast op een andere manier natuurlijk, maar denk ik ook wel een klein beetje. En hoe willen jullie je podcast positioneren? Moet het een beetje luchtig blijven of heeft het journalistieke kenmerken? Of? Nou, het is we zijn alle drie best wel verschillend qua zussen. En een van ons drieën, Demi, die is aan het studeren voor toegepaste psychologie. Mm-hmm. Dus die komt dan af en toe een beetje met de theorie tussendoor. Ja. Maar verder, het is gewoon, we hebben de podcast opgenomen in mijn slaapkamer op mijn bed met één microfoon in het midden, met een wijntje in onze hand. En, die wijn hoort erbij. Ja, exact. Dus het is wel de bedoeling dat de sfeer een beetje los blijft natuurlijk. Mm-hmm. Het zijn gewoon drie zussen, vriendinnen eigenlijk, die met elkaar aan het praten zijn over wat ze allemaal hebben meegemaakt op een bepaald gebied. Ja. Ja. Nou, hartstikke leuk. En ik hoop dat veel leeftijdsgenoten het weten te vinden, het beluisteren en er ook iets aan hebben. Dus ja, dat hoop ik ook vooral, ja. Lijkt me echt super. Jij maakt ook een podcast die wat meer gerelateerd is aan de discussie die ook veel langskomt over LHBTI. Ja, klopt. Dat is de podcast waarmee ik eigenlijk begon. Die podcast had ik veel eerder al. Ik ben vrijwilliger bij Stichting Outway. En we hadden eigenlijk heel veel op de planning staan voor dit afgelopen jaar. Maar er ging natuurlijk niet zo heel veel door. Dus we wilden iets anders doen. We wilden toch onze doelgroep kunnen bereiken. Dus jonge LHBTI-plussers. En voor mensen die dat niet weten. Dat zijn mensen die niet cis-hetero zijn. Ja, ik heb een paar weken geleden ook uitgebreid aandacht besteed aan het thema. Oké, dus de kijkers weten hoe het is. Ons publiek kan er iets van weten, Fijn, oké. Okay. Ja. Daar maken wij nu dus een podcast voor. Dus we bespreken echt van alles wat je tegen kan komen als je bij die groep hoort, zeg maar. Of groep, het is wel een groep. Ja. Waar je tegenaan kan lopen. Dus we beginnen met de coming out en dan bespreken we hoe ik samen met mijn co-host Leon bespreken we dan hoe dat voor ons was en wat wij ervan hebben geleerd en wat de mogelijkheden zijn. Mm-hmm. Dus we proberen niet te zeggen zo moet je het doen, maar wel een verhaal te delen. Prima. Nou is de zussenpodcast wat luchtig, gezellig glaasje wijn erbij. Dit lijkt me een serieuzer thema. Is het daarmee ook een podcast die een andere impact heeft en anders aanvoelt? Nou, het is wel de bedoeling dat het nog steeds een gezellige podcast is.
ik en mijn co-host zijn ook gewoon vrienden, dus wij praten ook gewoon tegen. We vertellen van tevoren niet wat we exact gaan zeggen tegen elkaar, want dan is het niet meer spontaan. Mm-hmm. Dus wij horen die verhalen ook van elkaar voor het eerst. En we leren daardoor ook heel veel van elkaar. Dus het is niet alsof je naar twee professionals aan het luisteren bent die heel veel theorie met je delen. Dus zijn het dan meer wat we tegenwoordig ervaringsdeskundigen noemen? Is dat de insteek? Ik vind het een beetje spannend om mezelf een ervaringsdeskundige te noemen. Maar ik denk wel dat als je het een term zou moeten geven, dat het dan is. Ja. Oké. Hoe kunnen mensen jouw podcast vinden? Ja, de Outway podcast, daar staan al een paar afleveringen van online. Dus die is ook te vinden op Outway podcast, eigenlijk op alle podcastplatforms. En de Tijd voor Wijn podcast staat nog niet online, maar die komt heel snel, in een paar dagen. Je kan ons wel volgen op Instagram. Er staan een paar schattige foto's van mij en mijn zusjes nu. En daar delen we het dan ook op als het online staat. Insta is natuurlijk überhaupt ook het social media platform wat een ongelooflijke vlucht genomen heeft. Daar zit de doelgroep van onze podcast ook op, Ik ben nog zo'n oude zak, zou ik bijna zeggen. Heb je ook Instagram? Ik heb met een stichting van mij Insta. Maar ik ben nog begonnen met Hives ooit. Ik heb ook Hives gehad. Ja, dat is wel lang geleden. Hoe komt nou die populariteit van Insta, dat het Twitter en Facebook gewoon echt overvleugelt? Ja, ik denk dat iedere generatie behoefte heeft aan zijn eigen platform. En dat je zoekt iets waar je ouders niet op zitten en wat andere mensen niet snappen. Daar ga je dan je eigen verhaal op delen. Hives ging kapot aan de papa's en mama's die hun kinderen gingen volgen. Ja, ja, Facebook eigenlijk ook. Ja. Dus, en nu is Instagram eigenlijk onder de zo twintigers wel populair, maar het wordt ook alweer ingenomen, denk ik. Ja, dus er komt weer een nieuwe. Een TikTok. Ja, er komt weer een nieuw platform aan. Ja, dat zeker weten. Dus, ik vond het heel leuk om even te horen hoe dat met podcasts werkt en de twee waar jij volop mee actief bent. Ja, leuk dat ik even over mocht vertellen. Zodra Tijd voor Wijn online komt, ga ik toch maar een keer uit nieuwsgierigheid een keertje kijken, luisteren. Doe dat. Ik weet niet of je echt de doelgroep bent, maar je kan er sowieso wat van leren. Dat denk ik niet, maar ik probeer altijd wel open mind te houden voor dat wat er allemaal gebeurt. Dus in die zin vind ik dat hartstikke leuk. Je krijgt een kijkje in het hoofd van een 20-jarige. Nou ja, dat op zich vind ik al heel waardevol. Dus ik ben benieuwd. Dankjewel dat je onze gast wilde zijn. Wellicht zien we je in de toekomst weer een keer in Dordrecht. Want ik hoop toch altijd dat Dordrecht ook een beetje in je hart gesloten zit. Mm-hmm, zeker weten. Daarom ben ik ook hier. Dankjewel, Joyce. Jan-Willem Boezeman. Dat is wel even een heel ander thema. Waar ik ook geen makkelijk bruggetje bij kon bedenken. Maar ja, dat is even overschakelen. Ik heb hier in mijn hand de kanon van Dordrecht. En om maar dan met één verwarring te beginnen, 1000 jaar Dordt, terwijl we dit jaar geacht werden 800 jaar Dordrecht te vieren. Jullie hebben er 200 jaar bij zitten. Hoe komt dat? Dat klopt. 800 jaar Dordt gaat over de stadsrechten die de stad heeft gekregen 825 jaar geleden. Het is iets langer dan 800 jaar. Maar er was natuurlijk al iets. Ja. Het is ooit begonnen als een nederzetting. Er hebben zich mensen gevestigd in plaggenhutjes. En zo heel zachtjes aan ontstond daar een dorp, een groot dorp, een stad. Ja. Dat gaat niet in één klap. Nee, dat is 200 jaar voor nodig geweest. Ja, dat begrijp ik, dat ook een behoorlijke aanlooptijd nodig heeft. Is ook redelijk traditioneel hoe nederzettingen ontstaan. Op een punt bij een rivier of daar waar. Ja, wat te doen is in ieder geval. Ja. Kun je kort schetsen welke markante punten uit die eerste 200 jaar jullie kanon in zijn gefietst? Is natuurlijk niet zoveel van beschreven. Hè. We hebben het over de 11e eeuw. De eerste keer dat Dordrecht werd vermeld is het, meen ik, 1049. Waarin graaf Dirk omgekomen is in of nabij de stad. Dat is de Dirk die op de Grote Markt staat? Dirkie, zoals de Dordtenaren hem noemen. Hij heeft ooit op de brug gestaan. De Roobrug gestaan, maar daar stond hij wat onveilig, begreep ik. Jeugd die vond hem heel interessant en die gaf hem sjalen, verfde hem rood.
noem het maar. Maar Dirk, graaf Dirk van Holland, die staat nu op de Grote Markt met een beeld. Ja. Ja. Althans, er is geen echte afbeelding van hem, iets wat erop lijkt. Ja, ja. Nee, het is wel spannend om dan iets waar je niet echt een hele precieze voorstelling van hebt, toch in een beeld te moeten zetten. Ja. Ook aangeschoven inmiddels Ad Bos. Ja, jullie hebben met z'n tweeën deze kanon geschreven. Ja. Hoe ging dat nou in zijn werk? Hoe zijn jullie terechtgekomen bij de thema's die de kanon echt gehaald hebben? Hoe maak je nou zo'n selectie met elkaar? Ja, nou, in principe vond ik het niet zo moeilijk. Microfoon ietsje dichterbij halen. Ik denk dat ongeveer 80% van de vensters die we behandelen, die zou iedereen gekozen hebben. Mm-hmm. Die zijn zo evident, dat is Dordrecht, dat moet er gewoon in. En dan hou je nog een aantal vensters over. Dan heb je er zeg maar 40 en dan heb je er nog 40 over. En je moet dan terugwerken naar, in ons geval nog 17 of 7 zelfs. Nou, dat hebben we in goed overleg met z'n tweeën gedaan. Bewust, met z'n tweeën. En was dat overleg soms spannend? Ik bedoel, waren er nou thema's waar je elkaar echt moest overtuigen van de een had er eigenlijk wel gevoel bij dat het in het boek moest en de ander dacht van doe maar niet? Soms. Nou, de koppen zijn niet echt heel hard tegen elkaar gegaan, laten we dat voorop stellen. Daar lijken jullie me de mannen ook niet voor. Nee, maar nee hoor, we kwamen er heel goed uit met elkaar. Er is wel discussie wel geweest. Hè. Wat is nou zo'n thema waar jullie het lang over gehad hebben met elkaar? Oef. Ja. Nou, met elkaar nog niet eens, maar bijvoorbeeld de frikadel. Ja. Ja, nou, ja. Moet zoiets nou in een kanon? Daar zitten we dan een beetje over te soebatten met elkaar. Van, ja. Is dat nou de moeite of niet? En dan zeggen we toch uiteindelijk met elkaar van ja, maar het is zo ontzettend leuk om hem er wel in te zetten. Ja, en even voor de luisteraars en kijkers thuis. Dordt en de frikadel, hoe zit dat verhaal? Nou ja, er worden toch 600 miljoen frikandellen in Nederland gegeten. En die is echt in Dordrecht geboren. Er was hier een slagersknecht die mocht bij zijn baas, de slagerij, mocht hij zelf privé gehaktballen maken. Mm-hmm. Die gehaktballen die waren kennelijk ontzettend lekker, want die werden afgenomen met name in het gebied de Riedijk. Hè, wat toch wel de buurt was waar de nodige cafés waren, Schipperscafé in die tijd. Die waren verschrikkelijk lekker, kennelijk, en dat liep goed. Totdat er een wijziging kwam in de warenwet. Er mocht, hoe zat het, Atem? Je mocht op een gegeven moment geen gehaktballen meer maken met een bepaald. Weet jij het nog? Nee, ik moet dan ook even snel spieken, maar ik weet niet of ik dat zo snel heb. De veranderde is in die wet, waardoor hij zijn ballen niet meer op die manier mocht maken. En toen heeft hij er een staaf van gemaakt. Dus het werd eigenlijk een soort gehakt staaf. Dat is eigenlijk een hele Nederlandse oplossing. Een heel Nederlandse oplossing, ja. Hij ontdook op die manier de regelgeving op een. Dat mocht. En toen werd het een gehaktstaaf. Ja. Of een frikadel, zoals het toen heette. Ja, ja, een van de meest populaire snacks in Nederland, geloof ik. Ja. Nou, het heeft, wat voor mij heeft meegewogen om het toch als venster te benoemen, is dat het heel lang bij het VVV, door de marketing VVV, op een zuil heeft gestaan. We waren toen kennelijk trots op op de frikadel. Ja. En dat zijn we ook natuurlijk. We zijn trouwens ook wereldkampioenschap frikandel eten, dus nou ja, dat is Dordrecht toch maar mooi de bakermat van. Nou, het heeft daar gestaan en het is 5, 6 jaar geleden, toen alles werd gericht op het Hof van Nederland, ja. op andere, een andere beleving van de geschiedenis. Toen is het verdwenen, daarvan dacht ik van ja. Kan gewoon niet. Ja. Nou zitten jullie zelf, want jullie zitten bij het Augustijnenhof, tegenover het Hof van Nederland volgens mij. Ja. Is er een connectie tussen die beide organisaties? Nou, zonder Hof van Nederland, zonder archief moet ik zeggen, hadden wij daar niet gezeten. Mm-hmm. Wat is er gebeurd? Het archief is verhuisd van het STEK naar het Hof.
En tegelijk is het depot van het archief is ondergebracht op de Jade in het Centraal Depot. Nou, dat betekent, als je op het archief komt en je vraagt stukken op, die in het verleden met een karretje werden gehaald vanuit het depot wat achter het gebouw Stek stond, die moet je van tevoren bestellen. Ja, dat wordt met een wagentje wordt het afgeleverd. Waardoor de hele communicatie eigenlijk tussen de archiefbezoekers anders wordt. In het verleden wachtte men op die stukken, men ging met elkaar in gesprek, waar ben jij mee bezig? En wisselde ervaringen uit. Dat contact dat verslechterde eigenlijk. Plus dat er een grote digitaliseringsslag is geweest, waardoor mensen veel minder op het archief kwamen. Nou, daarvan hebben wij gedacht, van, dat gaan we invullen door een centrum te worden waar de archiefbezoekers met name zich kunnen verzamelen weer. Een boterhammetje kunnen eten en tegelijk uitwisselen. Wat doen we? Waar zijn we mee bezig? Ja, en dat voorziet in de behoefte? Ik bedoel, het is druk bij jullie? Nou, de laatste tijd niet. Nee, nou, nee, het is een heel rustig jaar geweest in ieder geval. Maar dat komt dan door dat corona... virus, maar in gewone jaren. De deur wordt redelijk plat gelopen. Ja. En er zitten altijd vrijwilligers om mensen te ontvangen en verder te begeleiden. Want ik herinner mij zelfs dat ik even ergens in de krant heb gelezen dat jullie wel uitbreidingsambitie hadden om bijvoorbeeld de Berkenpoort ook in een historische functie te trekken. We zijn sinds vorig jaar historisch informatiepunt. Dat was iets wat je in andere steden ook wel tegenkomt. Bijvoorbeeld in Den Haag, daar hebben ze ook een historisch informatiepunt. En in Dordrecht hadden we dat nog niet, terwijl er hier genoeg toeristen rondlopen op zoek naar geschiedenis. Ja. En dan moet ik mijn historisch informatiepunt een beetje voorstellen als een VVV gericht op de rijke historie van de stad. Precies, ja. Want de stad heeft natuurlijk een hele rijke historie. En je zit in de Berkenpoort, precies in het centrum. Iedereen loopt er langs. Nou zit op het hoofd ook niet verkeerd wat dat betreft. Ja, terwijl ik hoor wel eens dat de klacht dat het hof zo toch een beetje onvindbaar schijnt te zijn. Terwijl ik zoiets heb, als je Dordrecht gaat bekijken, wil je die plek ook zien. Maar ja, je kunt er dan van drie kanten af naar binnen lopen. Ja, dat wij zien echt heel veel toeristen op het hof. Dus ik denk niet dat dat helemaal waar is. Zeker sinds de bewegwijzering nu verbeterd is, en die was niet ideaal, die is echt een stuk beter. Ja. Maar wat voor ons het grote punt was om dat historisch informatiepunt te beginnen, dus ons toch niet alleen maar op de onderzoekers te richten, maar ook op toeristen, is A, er kwamen steeds meer toeristen binnenlopen van heeft u een plattegrondje voor de stadswandeling, kunt u me vertellen waar wij heen moeten. Mm-hmm. Ze gingen ook echt toeristische informatie verstrekken. We hebben toen bij het VVV de plattegrond gehad van jongens, geef ons nou een paar doosjes, want die toeristen die komen daar en die weten jullie kennelijk niet te vinden. Ja, hoe komt dat naar onze mening? Omdat steeds meer... Het VVV zit nu aan de Spuiboulevard. Gaat straks nog een stukje verder weg naar de andere kant, naar het huis van stad en regio. En verdwijnt dus uit het echte centrum. Ze zitten niet meer binnen de stadsmuren, om zo te zeggen. Mm-hmm. De toeristen kwamen in het verleden voornamelijk via het station de stad binnen. Dus langs dat VVV. Ja. Nu komen ze voor een heel groot deel via het water binnen. Heel logisch voor Dordrecht, want dat is heel lang het geval. Men komt met de waterbussen vanuit waar dan ook. Men komt parkeren grote touringcars op de Merwekade bijvoorbeeld, zetten daar toeristen af en dan worden ze opgepikt. Ja. Dus niet eens via een boot, maar rondvaartschepen. Dus ik denk, ik weet niet wat het percentage is, maar ik heb het idee dat op minstens de helft van de mensen via het water de stad binnenkomt. Nou, en dan moeten ze dus dwars door de stad heen, naar het VVV, Spijbelenwoord, straks aan de andere kant. Dat doen ze dus niet. Nee. Dus ik denk dat een steunpunt voor het VVV eigenlijk in de stad heel erg belangrijk is. Ja. En dan een steunpunt vooral gericht op mensen die historie en met name het historisch gedeelte van de stad aan boeien. Ja, waarom komt een toerist naar Dordrecht? Ja. Echt niet voor de vuilverbranding of zo. Die kopen voor een deel om te winkelen, maar... Die historische stad is natuurlijk echt wel... Die komen voor het havengebied, die komen voor het gebouw, die komen voor de monumenten voornamelijk. Als we nog even kijken naar de kanon. Jullie kregen een mooi compliment deze week van historicus Kees Klok.
Die zijn we heel blij mee. Die vond echt dat ieder huishouden in Dordrecht dit boekje zou moeten hebben liggen. Ik heb de neiging dat wel met Kees Klok eens te zijn. Want het bevat met de vensters die jullie gekozen hebben hele boeiende verhalen over de geschiedenis. Ik wilde nog wel een paar uitlichten. En eentje die ik wel boeiend vind, omdat we binnenkort in het mijlpalenprogramma van de gemeente Dordrecht daar ook aandacht aan gaan besteden, is de Sint-Elisabeth-vloed. Staat uitgebreid beschreven in deze kanon. Stond ook beschreven, volgens mij bij woensdag 18 november deze week, in het boekje 366 Dagen Dordrecht. En de beschrijving in dat boekje wekte bij mij de indruk dat de vloed eerder mythische vormen had aangenomen, dat dat nou echt zo groot geweest is. En is dat nou een misvatting? Zaten ze ernaast in het boekje? Hoe zit het met de Sint-Elisabeth-vloed? Nou, het is in ieder geval niet zo dat het hele massa's mensenleven heeft gekost. Het is iets dat al eigenlijk een paar jaar in voorbereiding was. Er waren Hoekse en Kabeljauwse twisten, waardoor het onderhoud van dijken al niet helemaal 100% was. Er waren al wat overstromingjes geweest. Er waren wel wat tekenen dat er iets kon gaan gebeuren. Dus in die zin zou je haast zeggen dat men er wellicht al een beetje op voorbereid was. Ja, maar kennelijk niet zo op voorbereid dat ze maatregelen namen. Nee, dat blijkbaar niet. Anders had dat niet gebeurd natuurlijk. Die dijken die zijn verzwakt door allerlei oorzaken. Ja. Maar tienduizenden mensen zijn daar niet mee omgekomen. Dat is ook wel aangetoond door archeologisch onderzoek. Zoiets wordt altijd wat aangezet in de loop der eeuwen. Er kwam ook een babytje aandrijven op een mandje met een kat erop. Die zorgde dat het een leven bleef. Het verhaal Beatrix. Het verhaal Beatrix. En daar stamt dan uiteraard een belangrijke Dordtenaar vanaf. Leuk. Ja. Maar ja, zo werkt het niet helemaal in de echte geschiedenis. Bijna lachwekkend vond ik het dat ik onlangs in het AD las dat een aankondiging van het volgende, de 600 jaar, denk ik, Elisabethvloed, dat men daar stelde van de hele stad is heel Dordrecht is onder water komen staan, behalve het centrum. Ja, toen dacht ik van het is toch wel verrekte goed dat er een kanon is, want Dordrecht bestond alleen maar uit dat centrum binnen de stad, maar de rest was geen Dordrecht. Nee. Weet je, dus ja. Ja, nee, want we hebben het wel over het eiland van Dordrecht, maar het was voor hem geen eiland. Er was geen eiland. B, het grootste oppervlak was destijds van Dubbeldam, volgens mij. Dus dan zou het eiland van Dubbeldam zijn. Maar, zou je kunnen zeggen, ja, het was de graaflijkheid in die tijd. En Dordrecht was daar een stad binnen die muren. Ja. Dat was Dordrecht niet verder dan dat. Maar dat is een detail. Wat is nou in de ontwikkeling van Dordrecht wel het effect geweest van die Sint-Elisabeth-vloed? Dordrecht kwam erg gunstig te liggen voor de handel. Het had natuurlijk al als een stapelrecht en dat kon het ten volle gaan uitbuiten. Ja. Terwijl dat was voor de Elisabeth. Dat was al voor de Sint-Elisabeth-vloed. Inderdaad, ja. Dus we waren al een hele belangrijke handelsstad, maar het was meer water, dus van alle kanten kwam de scheepvaart aan. Om Holland te bevoorraden met bijvoorbeeld bouwmateriaal. Ja. Nadeel is ook, ja. Heb ik het niet helemaal paraat in mijn hoofd, maar bij al dat water en stapelrecht moet ik altijd ook weer denken aan die beroemde uitspraak, hoe dichter bij Dordt, hoe rotter het wordt. Besteden jullie de aandacht aan in dit boekje, aan dat gezegde, of hebben jullie dat ook laten liggen? We hebben het echt gedaan, volgens mij. We hebben er wel iets over gezegd. Ik meen, ja, het is voor ons ook heel veel stof. Ja. Ik meen dat er mogelijk staat een anekdote in over een schip dat in de Nieuwe Haven lag. Daar een paar duizend kilo rotte vis overboord kieperde. Maar dat had, dacht ik, met de brouwerijen te maken. En mogelijk, ja. Ja. Waar komt zoiets vandaan? Maar, het kan ook al eerder komen, hè, het stapelrecht. Ja. Dat was ook niet naar iedereen's zin, dus. Ja, moest betaald worden. En, ja.
Dat stapelrecht heeft Dordrecht geen windeieren gelegd, maar hoe zat dat dan precies in elkaar? Kun je dat duidelijk maken aan onze kijkers en luisteraars? Alles wat vanaf zee kwam en verder het land moest, dat moest in Dordrecht worden opgestapeld, zeg maar. Dat moest hier aan land worden gebracht en doorverhandeld. Dat was een soort belastinginning. Ja, dan had je als, niet als, Dordrecht, als stad Dordrecht de eerste keuze ook om daar waren uit te zoeken en hier te houden, wat dat betreft. Ja. Je werd ook tol betaald. Ja. Een ander mooi verhaal vond ik ook wel het verhaal van het bouwen van de grote kerk. Sura heette ze, geloof ik. Ja, dat is inderdaad een toch wel een discussiepunt geweest. Van moet je nou zo'n legende, moet je dat nou, is dat nou een historisch feit? Het is een verzonnen verhaal. Ja. En daar is ook best wel wat kritiek op gekomen van ja, beste mensen, moeten jullie dat nou doen? En daar hebben we toch samen wel naar gekeken van ja, zullen we dat nou wel opnemen of niet opnemen? Ja, ja, wij hebben op 1 oktober waren we eigenlijk klaar met onze eigen 47 vensters. Die hebben we ook overlegd aan de lezers, 3000 lezers, en gevraagd om commentaar. Ja. Ja, en dan kun je wat verwachten. Ja. En dat hebben we ook wel gehad over Sura. Van ja, moet er nou een legende in? Je bent met geschiedenis bezig. Ja. Ja. Ja, aan de andere maar kant. Ook een legende is een onderdeel van geschiedenis bestaat natuurlijk uit verhalen. Precies. Ja. Dus ja. Ja, verhalen, historische feiten. Niet elk verhaal is feitelijk. Maar de legende Sura, het verzinsel van mij tot Sura, bestaat al honderden jaren, dus dat hoort ook wel een beetje bij de stad. Ja. Dat mag ook wel vinden. Dus, ik was wel blij dat die legende erin opgenomen zat. Dat maakt het wel heel erg beeldend. Ik zag ook een fotootje in ieder geval van de toren van de Grote Kerk, hoe die oorspronkelijk bedoeld was. Ja. Aanmerkelijk hoger dan dat die geworden is. Misschien toch leuk om nog even te kijken van wat ging er nou meteen al mis in die bouw waardoor dat plan zo drastisch aangepast is. Ja, dat is de ondergrond. Men had er toch niet zoveel rekening mee gehouden dat het hier een beetje nat is en wat kleiig. En ja, dat zo'n toren toch wel wat zwaar is misschien op zo'n ondergrond. Ja. Dus halverwege het werk begon dat ding al een beetje scheef te hangen. Toen heeft men maar besloten om er onmiddellijk mee te stoppen. En heeft het nooit de ambities gehaald van de Dom van Utrecht. Ja, want ze wilden eigenlijk de hoogste toren creëren? Of, Ik dacht dat ze er een paar steentjes boven wilden leggen, ja. Ja, ja. Maar helaas, dat is... Je kunt niet altijd het hoogste hebben, het oudste zijn, het mooiste. Weet je, dat vinden we allemaal geweldig, maar ja... Hier greep de ondergrond, de veengrond greep in. En die toren die zakte bij de bouw al weg. En al die is van, we mogen blij zijn dat hij er nog staat. Hij is in de jaren 60 gezorgd dat er met een fundering dat hij niet verder zou zakken. Ja. Anders had hij misschien niet eens meer geweest. Dus we hebben daar gelukkig wel goed op ingegrepen. Als ik jullie nou vraag van wat is zelf het favoriete venster... Wat je hebt opgeschreven en opgetekend in dit boek. Dan krijg je er misschien wel twee. Ik denk, voor mij is dat Kees Spijkervet. Ook iemand waarvan je afvraagt, moet nou zo'n schooier als Spijkervet in die kanon van Dordrecht? Ja, want het vertegenwoordigt eigenlijk toch wel, het moet niet elitair zijn. Een groot gedeelte van Dordrecht leefde in armoede, zeker in de 19e eeuw. En neem ons even mee in het verhaal van Kees Spijkervet. Kees Spijkervet was die is geboren in een zijsteegje van het Augustijnenkamp. Daar waren heel smalle zijstraatjes, denk net een meter breed, langs een klein slootje, een open riool, zeg maar. Nou, daar stond een huisje van, ik meen 12 vierkante of 15 vierkante meter oppervlakte, waar die het gezin van 7 mensen woonde. En daarboven een zoldertje. Nou. Het is niet zo gek dat zo'n kind in zijn kindertijd de straat op gaat. Thuis is het gewoon niet vol te houden. Nee. Het is een zwerver geworden. Hij
Ja, hij is ook best wel aan de drank geweest en soms ook weer niet. Hij heeft met cholera-patiënten lopen sjouwen. Hij was ijzersterk, is ook dik in de 80 geworden, wat voor die leeftijd. Dat is in die tijd uitzonderlijk, ja. Uitzonderlijk was. Hij heeft in de vrieskou geslapen, terwijl een van zijn maten die is doodgevroren, hij niet. Zal de alcohol wel geweest zijn, maar hij is ook, omdat hij zo'n karakteristieke kop had, is hij heel veel geportretteerd. Hij is geschilderd, getekend door allerlei kunstenaars, waardoor we hem kennen. Ja. En fotografen die hebben hem ook behoorlijk te korrel gehad. En daar verdienen die ook wel wat mee. Hij vertegenwoordigt voor mij eigenlijk toch wel het wat arme leven door dit waar, vind ik, nog veel te weinig onderzoek naar gedaan is. Ja, we hebben meteen een mooi thema te pakken om nog eens op te focussen. Wat heb jij als favoriete fan? Nou, ik sluit me daar wel bij aan, samen met de frikadel. Dat zijn toch typisch de vensters die buiten die 80% van, die moeten er sowieso in vallen, een beetje. Mm-hmm. Spijkervet, daar heb je discussie over, de frikadel. Laten dat nou net de darlings zijn. Die wij er dan graag in wilden hebben. Ook omdat jullie dan toch proberen de geschiedenis ook met een knipoog of wat luchtiger te maken. Ja, die geschiedenis is in principe de kanon. De kanon van Nederland is bestemd voor de jeugd, is voor het onderwijs bedoeld. Nou, daar hebben we ons niet echt op gericht. Maar er zijn verschrikkelijk veel mensen die niets of nauwelijks iets van de geschiedenis in Dordrecht weten. Van 0 tot 80 zou ik bijna zeggen. Ja. Nou, en er zijn natuurlijk, want je hebt hier in een klein boekje, 108 pagina's, heb je 1000 jaar geschiedenis. Bijna 1000 jaar, wel compact. Geschiedenis is niet nieuw, wij hebben het niet uitgevonden. Er zijn prachtige delen over de geschiedenis van Dordrecht. De laatste is 1 jaar of 20 geleden uitgegeven. Maar dat zijn zulke pullen, ja, die leest niet iedereen. Nee, dat is ook wel heel erg veel om daar een keuze uit te maken. En als er nou mensen thuis zijn die denken van, ik ben overtuigd, ik ben over de streep. Hoe komen ze aan dit boekje? Dan hoop ik, als ze in Dordrecht geboren zijn, dat ze het bij de geboorte hebben gekregen van de gemeente. Dat zou nog wel een aardige zijn. Naast het schaapje of misschien wel in plaats van het schaapje. Ik hoop als ze hier zijn komen wonen, dat ze het krijgen van hun makelaar. In plaats van de sleutelhanger die je normaal gesproken bij een notaris krijgt, bij de overdracht. En ze kunnen het kopen bij de boekhandel of op het Augustijnhof. Dus, het is op het Augustijnhof, dus bij jullie te verkrijgen in de boekhandel. Iedere boekhandel in Dordrecht heeft voorraad liggen. Als het goed is wel. Ja. Dus, Vossen van der Leer, De Bengel, Dekkers, Bruna Sterrenburg, Zwijndrecht, Hybrion. Ja. Dus dit, nee, je kunt er eigenlijk niet omheen. Er zijn er 2.500 van gedrukt. Het gaat hard, moet ik zeggen. Onverwacht hard, vind ik. Ja. Maar ze zijn nog volop te koop. Dus er komt een herdrukje aan, hoop je ook. We hebben bij andere steden gezien die ook kanon hebben een boekje dat ze overal herdrukt zijn. Dus ik denk, verwacht dat wel. Nou, heren, dankjewel dat jullie hierover wilden komen vertellen. Jan-Willem Boezeman, Ad Bos. We zijn er weer aan het einde van het programma. Dank voor de techniek, Ilse Schrier, Hans de Bruin. En ik wil deze keer ook eens een dankjewel zeggen voor de 4 stagiaires van Da Vinci. De mediaopleiding die zich met hart en ziel in een lastige coronatijd inzetten voor onze programma's. Dus Charlotte, Ella, Elisa en Kim, reuze bedankt ook voor dat wat jullie voor Via Cultura doen. Tot volgende week.